is... De Stem van Schiedam. De rubriek waarin jouw mening centraal staat. Vandaag peilen we je over dit onderwerp. ...75 jaar vrijheid. Ja, ik heb zelf natuurlijk nooit echt de oorlog meegemaakt of de zware tijden. Het enige wat zwaar was voor mij was huiswerk, lang op school zitten. Maar als ik nu om me heen kijk en ik vergelijk dat met de verhalen die ik vroeger heb gehoord... en als ik wel eens een gesprek aan ga met mijn oma... kan ik me niet indenken hoe dat is geweest en kan ik eigenlijk niet waarderen wat ik nu heb. Ik vind het geweldig hoe ik nu mag leven in een geweldig land. Met af en toe wel dingen die niet zo fijn zijn, maar... Ja, ik ken het niet. Ik ken niet de zware tijden, dus ik kan ook niet juist waarderen wat ik nu heb. Ik kan alleen maar proberen dat te doen en respect hebben voor de mensen die voor onze vrijheid hebben gevochten. Op een dag als vandaag betekent vrijheid lekker met mijn twee kinderen door de stad heen struinen hier in Schiedam. En... op afstand natuurlijk. En van het zonnetje genieten. Lukt wel zo te zien. Het lukt wel, zeker. Dagje geen niet werken. En denk aan wat mijn opa's voor ons hebben betekend. De oorlog, ja. Als je 80 bent, heb je dat wel meegemaakt. En wat kunt u daar allemaal van herinneren? Nou, best wel veel, toch wel. Ja. En ook wat je at, dat je dus... Ja, aardappels at vooral. En dan moet ik even verzinnen hoor. Wij wordt tijd dat wij eens bevrijd worden. Nou, je bent toch vrij? We zijn vrij. Ja, dat weet ik niet of wij vrij zijn in dit land. We moeten nog even wat werkzaamheden verrichten. Dus, ja, voordat wij vrij zijn. Ja. En eigenlijk worden wij geleefd natuurlijk in dit land. Ja? Nou, op dit moment is het wel... Heel bijzonder natuurlijk dat er nu eigenlijk heel sober kan worden gevierd. Hè, en dat bijvoorbeeld nog overlevenden die er nog zijn, dat ze dus hier niet bij aanwezig kunnen zijn. En het is natuurlijk ook wel erg triest dat je nu ook hoort dat er ook wat van deze overlevenden de... een oorlog hebben overwonnen en dat ze nu geconfronteerd worden met de coronavirus en dat ze hier aan het komen overlijden. Dat is echt heel bizar voor woorden, zeg maar. Oud brood? Nee, dat aten we nooit. We kregen wel uit een ander land, kregen wij wel broden en die ook, sorry. En die broden die legden we allemaal naast elkaar op een stuk wat er even vrij was. Nou ja, dat is het enige wat ik er nog van weet trouwens. Hoor. Nou ja, vrijheid is denk ik voor iedereen een andere betekenis. Ik denk dat je het ook zelf altijd wel kan invullen hoe je je vrij voelt. En dat het vooral veel met geluk te maken heeft. Dus iedereen zich vrij mag voelen op zijn eigen manier. En, daarin gelukkig is, dat vind ik heel erg belangrijk. Nou, ik heb zelf de oorlog natuurlijk niet meegemaakt, want ik ben in 46 geboren. Maar ik vind dat het wel in stand moet blijven houden. En vrijheid is heel erg belangrijk. Hè, op het ogenblik hebben we iets minder vrijheid vanwege de corona. Maar uitgerekend met 75 jaar, hè, en dat is dubbel. Maar ik vind het dat iedereen dat... moet aanhouden. Viert u ook nog vandaag iets bijzonders? Nee, ik ben thuis. Ik ben een paar boodschapjes wezen doen en dan ga ik naar huis en dan blijf ik thuis. Keurig. Hey?